sta hier voor het Rode Kruisgebouw. Koninkrijk in Utrecht. En ik ga een coronatest doen. Dus loop met me mee. En dan kunnen we zien wat er onder gaat gebeuren. De fiets op slot. In Utrecht een eigen straat. Voor mensen die niet met de auto komen. Maar die met de fiets komen. Ja. Fietsen hier. Oké. Okay. Als kan. Ja. We staan daar zo op de auto. Oh. Dat moet je niet willen. En ik loop daarheen? Daarheen. Oké. Niet filmen. Maar ja, dit was leuk. Ze schrapen iets achteruit je keel. Dus je moet je mond open doen en A zeggen. En dan gaan ze je bijna neusgat in. Eigenlijk zo ver als dat het stokje lang is. En dat is toch een behoorlijk stokje. Ik denk dat ze wel zo'n 7, 8 centimeter neus in gaan. Dus voor 48 uur hoor ik wat het is. Nou, dan mag ik weer naar binnen. Dus we gaan het zien. Nou, ik ben weer thuis. Ik ben weer thuis van mijn coronatest. En jammer dat ik niet mocht filmen, zoals ik al net vertelde. Ja, en de basisregels, hè, wat moet ik doen? Ik moet thuis blijven, ik mag geen bezoek ontvangen. Voor mijn huisgenoten, voor mijn vrouw dus, geldt dat ze de 1,5 meter regel in acht moet houden. Maar die mag wel naar buiten. Maar ik mag niet buiten, naar buiten totdat ik gebeld word. Dat is, het is vandaag 22 juni, maandag, dus dat is hopelijk woensdagochtend, misschien al morgen, 23ste. Dus met een beetje mazzel kan ik woensdag gewoon weer op het kals lesgeven. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of de test positief of negatief is. Ik hoop natuurlijk negatief. En negatief bedoelen ze natuurlijk mee dat ik een negatief test voor corona. Dus dat betekent dat ik het niet heb. Het klinkt misschien een beetje raar, maar als je positief getest wordt, is dat is geen positieve boodschap. Want dan heb je corona. Dus je test hopelijk negatief. Nou, de kans is zeer waarschijnlijk, want ik voel me al prima, er is niks aan de hand. Alleen die koorts van gisteren en eergisteren is iets om rekening mee te houden. Nou, ik hou jullie op de hoogte, check de comments om te kijken of ik corona krijg of niet. Succes!